Gaan we anders doen, jongens. Heel simpel is het, zijn het drijvende plantenbakken met daaromheen een framework waar waterplanten in groeien. Dus dan hebben we drijvende plantenbakken, die zien er leuk uit. En we hebben een framework waar waterplanten in zitten en die zorgen voor beter water. Of in ieder geval een aantrekkelijke plek voor vissen en beestjes om te wonen. Dit prototype ligt er nog eenzaam bij, maar als alles goed verloopt zullen we over een paar jaar vaker dit soort drijvende plantenbakken gaan zien in de Rotterdamse stadshavens. Dat is nodig omdat Rijkswaterstaat die verplichting heeft vanuit Brussel. Hè. Alle landen in Nederland hebben reglementen waar ze zich aan moeten houden. En aangaande de kaderrichtlijn water moeten wij voor 2027 zorgen dat er meer vis en macrofauna in de rivieren komen in Nederland. Maar ja, we zitten vanaf Brienenoord tot en met Hoek van Holland in een heel hard versteend gebied met allemaal rechte damwanden en harde kades. En daar kunnen eigenlijk helemaal geen plantjes groeien. Dus vandaar dat we zijn gaan denken van, joh, hoe kunnen we dan nou toch meer planten in de Rotterdamse haven krijgen, wat goed is voor die vis. Maar dat moet dan vanuit een drijvende manier. Het project staat nog in de kinderschoenen, maar Tieme Haddeman heeft al grootse plannen met de plantenbakken. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een verlenging van een horecalocatie of een wandelsteiger door een havengebied heen met aan weerszijden drijvend groen. Dus de varianten zijn in principe eindeloos en worden ook al besproken op dit moment. Ja.